De jaarlijkse sportprijzen van de gemeente Alphen aan de Rijn zijn zaterdag 28 maart uitgereikt tijdens het Alphens Sportgala in Boskoop. Lucas Woudenberg uit Zwammerdam werd gekroond tot Sportman van het Jaar. Hij was zelf niet aanwezig in Sporthal de Plataan in Boskoop om zijn prijs in ontvangst te nemen. Woudenberg is namelijk geselecteerd voor Jong Oranje en bereidt zich in Zuid-Limburg voor op de oefeninterland tegen Frankrijk. Hij werd daarom, na afloop van zijn training, verrast met de prijs. Staat het, hè? Gefeliciteerd. Sportman van het Jaar, Lucas Woudenberg. Ja, dat is een mooie verrassing, hè? Ik was natuurlijk al een keer eerder genomineerd, terwijl ik niet gewonnen dan, sporttalent. En nu sportman. Ja, vorig jaar natuurlijk een mooi jaar gehad met Excelsior. En we hebben debuut gemaakt tegen Standard Luik bij Feyenoord. Dus ja, het is natuurlijk leuk en als je dan genomineerd wordt, ja, is dat mooi. Maureen Koster werd in haar eigen woonplaats uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Koster dankte de prijs aan de bronzen medaille op de Europese kampioenschappen veldlopen voor landenteams en haar deelname aan de EK Atletiek Outdoor. Nou, ik wist op internet zag ik natuurlijk dat ik aardig wat stemmen had, maar uiteindelijk zijn er ook nog andere factoren, ja, die het jou ook moeten gunnen. Dus ja, de kans was schoon, maar je weet het nooit, hè? Nee. Alphense Boys C1 won de sportploegprijs omdat het voetbalteam als beste amateurvereniging van Nederland eindigde in hun leeftijdsklasse. Amber van der Hulst grossierde in titels op de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen en dat werd bekroond met een award voor het beste sporttalent. Nieuwe Sloot slaagde de wereldkampioenschappen rolstoeltennis voor landenteams, de World Team Cup, naar Alphen te halen en kreeg de onderscheiding voor beste sportvereniging. Alleen denk ik ook dat het iets unieks is wat we presteren in Alphen en dat we ook een klein beetje uitgangspunt zijn voor Alphen aan de Rijn tussen alle grote voetbalverenigingen. En dat het ook opvalt in heel Nederland. Jij presteert op een hoog niveau. Wat doe je ervoor om dat te bereiken? Heel veel. De vrije tijd besteed je aan sport. En je gaat niet uit, je gaat niet met vriendinnen afspreken. Ja. Het is, als je thuis komt, huiswerk doen, sporten en naar bed. Het rolstoeltennis wereldcuptoernooi van afgelopen jaar. Dat hebben we mogen organiseren vanuit de KNLTB en de ITF. Heeft Alphen daarvoor gekozen. Centrale plek toch wel in Nederland. En de accommodaties die we daarvoor voor beschikbaar hadden. En ja, was geweldig. Heel veel vrijwilligers, over de 100 vrijwilligers die aan dit evenement hebben meegedaan. En dat was fantastisch. De internationaal erkende evenementen 20 van Alphen en Thean International werden onderscheiden in de Wall of Fame. Terwijl oud-Olympisch kampioene waterpolo Gillian van der Berg en tafeltennislegende Bettine Vriesekoop een sportpenning toegekend kregen van de gemeente Alphen.